Hallo mensen van de programma Thomas Penegen, even iets anders. Dit is een uitlegvideo, wees gerust, komt hierna nog een Minecraft minigame video. Maar dit is een uitleg omdat ik, ja, mijn ouders zijn gescheiden en ik de ene keer werk met mijn moeder, dan een keer met mijn vader en dat gaat wisselen. Dus je hebt nu elke dinsdag en zaterdag, dat gaat ook nog veranderen, maar dat zien jullie later wat over op Thomas kanaal. Dat gaat Thomas zelf regelen. Maar ja, jullie dus nu in plaats van, het wordt nu alleen maar dinsdag, wordt het waarschijnlijk elke zaterdag. Moeten jullie nog even kijken, dan krijgen jullie bij de volgende video krijgen jullie te zien welke dag het is. Dan krijgen jullie te horen welke dag het is. En ook over de livestreams. De livestreams van dat ik elke maandag deed op Twitch, wordt het waarschijnlijk elke vrijdag nu. Want dat komt makkelijker uit. En het wordt makkelijker. Ik ga bij mijn vader eigenlijk wonen, wettelijk gezien. Ik ben af en toe bij mijn moeder. Alles moet hier even huis worden. Dus dat gaat nu niet meteen gebeuren. Wanneer wel? Wanneer wel? Ik denk eigenlijk over 2-3 weken. Jullie krijgen waarschijnlijk nog wel te horen ergens in de andere opnames. Maar ja, dit is dus heel eventjes een uitleg tussendoor. Laat even een like achter als jullie het goed vinden. Ja, en anders moet ik kijken, dan worden de livestreams minder goed op de maandag. Maar de opnames, die worden dan krap. Maar liever doe ik het zo. Ik denk dat ik het ook zo hou, ook al zeggen jullie van niet. Maar om te weten hoe het zit nou met dat het dus maar één keer per week wordt. Dat komt later ergens ervoor. Maar ik wil tenminste nu bedankt voor het kijken. En geniet nog even verder van de video. Hallo mensen van de ProGamer Thomas Penegen. Ik ben Joran en ik ga vandaag een nieuwe minigame opnemen. Het heet Splek. Check heel eventjes het begin van de video als je die hebt overgeslagen. Want dat kan behoorlijk belangrijk zijn. Van Stijgen spelen tenminste Splek. En een soort Minecraft. Een soort. Hoe heet dat? Kijk dit, spleef met eieren. Maar heel erg, god, wat nu al fout. Kan ik een trap maken? Oh, zeg me dat dat kan. Nee, of kan dat? Ja, het kan wel volgens mij. Ja, I'm back. Oh god, toch niet. Ik ben terug op de bovenste laag. Ga jij op mij richten? Ik ben aan het opnemen. Mensen. Hopen dat we er niet uitvallen al. Ja, haatvol hè, als iemand je plekje inpikt. Ja, maar nu ga je ook dood. Nu heb ik de kans om op je te richten. Hoppa, naar beneden jij. Oké, maar heel erg bedankt voor alle steun. Echt kapot veel views nog. Niet staan campen, dat doe ik ook wel, maar. Weet je wat, ik ga dat ook. Nee, ik haat de lek. Ik haat de lek! 19, godzame FPS'jes. Jee. En we zitten alweer meteen op de onderste laag, omdat ik zoveel lek heb. Ik zeg een sneeuwbal. Ik weet niet of jullie die ook zagen, maar. Ik hoop het, anders word ik gek, maar.
Maar ja, hopelijk worden we heel even hoger. Maar ik, ja, ik ben een beetje aan het concentreren, want dit kan ik niet zo heel goed, dit spel. Nog 9 over. En ik heb heel veel lag, dus daar moet je heel erg op letten. Nee. Oké, maar wat? Wat? Wat gebeurde daar? Dood. Maar hartstikke bedankt. In ieder geval alle informatie over livestreams en zo staat hier aan het begin. Ik wil Thomas tenminste ook even bedanken. Nee, dat hij het zelf aan het bewerken is. Heeft bewerkt. Wil ik hartstikke dankbaar ben ik hem. Ja, ik heb geen bloem. Nee, dat wil ik. Dat wil ik. Ik wil die free tokens. Kan ik hier iets? Ja, maar ik ga geen 2000 euro betalen voor niks. Lekker kippensoep. Ik heb mijn particles uit, zeker of. Kijk, particles aan. Ja, maar time travel. Nou, ik weet dat ik nu al afwijk van wat ik heb gezegd, maar dat komt omdat er veranderingen zijn. Als je dus wil weten, kijk eventjes. Ik haat mensen die hier in de weg staan. Jullie dachten echt zo, ik haat mensen. Ja, je bent teruggestuurd naar de lobby omdat je ruimte moet maken voor een premium staff member. Ja, get wrecked, bitch. Nummer 3. Deze is niet moeilijk, zolang er maar geen teringlijers in de weg staan. Sorry voor de taalgebruik. Zolang er maar geen mensen in de weg staan. En ik wil zo snel, omdat ik anders bang ben dat er mensen in de weg komen te staan. Klootzakken. Echt, waarom werkt het niet? Nou, dan beginnen we. TNT. Kleurtjes. Oh. Oh, ja, ik ben dood. Ah! Doei. Ah!
No, don't. Wow. Echt ontzettend bedankt voor de views tenminste. Echt één video heeft al over de 110 views. Nou ja, voor een eigenlijk net beginner is dat behoorlijk goed. Denk ik. Gaa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 
Ik wil 1. Vote 1. Pokémon. Pokémon, gonna catch him all. Ik ken de tekst niet uit mijn hoofd, maar ik kan mee zingen als ik het hoor. Na 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 na. Wat? Wat? Fucking klootzooi. Klote viool. Klote viool. Ik weet niet wat dit doet. Ja, get wrecked. Ik krijg toch wel punten. I don't know what this is, but... Oh god. Ik ga gewoon dit doen. Oh god. Hier moet ik op gaan letten. Klote viool. Klote viool. Keukenrol. Alles. Oogies. Het zijn nog maar 7. Ik kan gewoon mensen zien vliegen of zo. Maar geen double jumps. Dus. And I don't hack. It's special shit. Bah! It's so funny. Surprise, bitch! Oh, shit! That was my surprise. We're the last two. Ik ga gewoon specials verzamelen en oppassen voor hem. Ah, ik wil Double Jump gebruiken, maar die zijn er niet. BAM! Winner, bitch! Met 155 vuurde eieren, dat is kapot veel. Oh, kut. Blaze, Blaze has eliminated. Deze keer dus een wat langere video. Wel deze keer met heel veel stiltes als ik het zo, zover ik het zelf hoor. En muziek zelf. Waarom kiest iedereen chocola? Hateful bullcrap.
Waarom kan ik daar niet... Echt, ik haat de boven, de ladder erboven. Get wrecked! Get wrecked! God. Zit er TNT in? Jammer. Even kijken, eventjes. Nee! Mijn eigen godverdomme gat. Ik dacht, ik ga er wel langs vallen. Weet je wat? Deze keer is toch al een lange aflevering. Laten we nog één potje spelen. We zijn nu al 14 minuten bezig, dus... Nou, chocolade haat ik, dus ik kies gewoon biomes of shit. Ik weet niet, het klinkt me leuker. Gewoon dat mensen dan in de... Nee. Nou, door Minecraft moeten we nu gaan stoppen. Want mijn Minecraft is alweer voor de derde keer achter elkaar gecrashed. Ja, deze computer houdt het gewoon niet. Ik heb... Uiteindelijk krijg ik een laptop. Ik denk dat die niet heel veel beter is dan dit. Want aan laptops, ja, Minecraft en laptops. Nee. Maar dan ga ik even kijken of het daarop lukt. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Vergeet in ieder geval niet te liken en te abonneren op het rode balkje. En te liken op het blauwe duimpje tenminste. En ja, deze keer dus een wat langere aflevering. Ik zie jullie de volgende keer weer. Later.